Nou, ik ben net thuis van de ontmoeting met alle haaksterren. Alle acht, er waren er 8 van de 10. Superleuk, allemaal hele leuke vrouwen. En ik heb een verrassingsdoos meegekregen van Wolplein. De roze doos die je altijd graag krijgt bezorgd met allemaal mooie bolletjes erin. Geen idee nog wat erin zit. Er zitten 3 pakketjes in. Dus ik ga straks even heel gauw kijken. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig. Maar goed, ik heb ook het inspiratiecentrum mogen zien van Wolplein. Nou, echt superleuk. Ik zou er niet moeten werken, want al mijn salaris zou er doorheen gaan, denk ik. Zoveel mooie wol en katoen en kleurtjes. En nou goed, leuk om te zien een keertje. Dus ik ga mijn doos uit de auto pakken en ga eens even lekker een wijntje drinken. Ik vind dat ik dat wel verdiend heb. Proost. Ik kon natuurlijk niet wachten tot maandag, tot we de opdracht krijgen. Dus ik heb het pakje al opengemaakt. En kijk, dit zit erin. Een sleutelhanger, oogjes en 7 bollen van Jan. En colors must-have met kleine bolletjes erbij. Nou, mijn brein gaat al draaien. Ik ga al denken, wat zou het worden? Leuke ideeën al, maar komt goed. Ik zit eigenlijk heel de ochtend al te wachten op een mailtje van Maxine. Want ja, de opdracht moet binnenkomen voor de eerste week. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ik keek net en toen zag ik hem al binnen. Dus ik ga eens even lezen. De opdracht is binnen. En ik ga eens kijken wat er allemaal staat en wat de opdracht dan moet zijn. Nou ja, goed. Ik heb het materiaal al bekeken. Dat is natuurlijk al fruitsleutelhanger. Oké, de kleurtjes had ik meer bij regenboog gedacht. Even resetten. Daar is hij dan, je eerste opdracht. Nu is de wedstrijd echt begonnen. De eerste opdracht is het ontwerpen van een sleutelhanger met als thema fruit. Uiteraard gehaakt. De ogen hoef je niet te gebruiken. Maar goed, verplichte onderdelen. Lees je wat verplicht is. Maximaal 10 centimeter groot. In foto's, de deadline is zondag. Nou, ik moet even denken: fruit, aardbei, papaya, sleutelhanger, maar je mag geen vulling gebruiken. Kan natuurlijk ook een spies met fruit maken, een soort vegetarische, hoe heet dat? Ja. Gezonde spies voor kinderen met fruit. Maar hoe doe je dat met een spies? Hoe rijg je ze dan vast? Dat kan je natuurlijk gewoon met een koord doen. Oh, nou ja, goed. Mijn hersenen gaan al wel weer draaien. De kleurtjes zijn natuurlijk ook wel een beetje van fruit. Dat had ik natuurlijk ook wel kunnen verwachten. Ik kan natuurlijk ook gewoon een soort fruitmand maken. Druivenbessen, aardbeien, sinaasappel. Maar ja, aan een sleutelhanger te hangen is een beetje zwaar, denk ik. Ik ga zo meteen rijden. Mijn schoonvader is jarig en daarna gaan we lekker naar de camping. Dus ik ga in de auto, denk ik, eens even heel erg nadenken over deze opdracht. En even verzinnen wat nou handig is. Wel grappig dat je geen vulling mag gebruiken. Maar ja, je kan natuurlijk ook vullen met wol of met katoen. Met de katoen wat erin zit. De bolletjes. Maar ja, dat is ook weer zonde. Goed, ik kom hier op terug. Maar het is leuk, in ieder geval ben blij dat ik nu weet wat ik moet doen. En het wordt een fruitig weekje. Warm fruitig weekje, denk ik. Het wordt aardige temperatuur. En dan de haak is. Dus ik denk dat ik veel op mijn lichtbedje lig. Onder een parasolletje. Haaknaald. Ik heb alles al bij me. In mijn tas. Dus. Ja, moet gaan lukken. Vind leuk. Doei! Nou ja, goed. Ik ben nu aan het brainstormen en eigenlijk weet ik het al. Ik ga heel vaak, als we in Burg zijn, eventjes gauw naar het strand. En dan heb ik jurkjes aan zonder zakken. En dat vind ik zo ingewikkeld. Want dan moet ik weer een tasje meenemen. En dan gaan we eigenlijk alleen maar het strand eventjes een biertje drinken bij het strandtent. En ik heb geen zin in om een tasje mee te nemen. En ik wil wel mijn mobiel meenemen en mijn bankpas. En een sleutel van de caravan. Dus ik heb al heel lang zitten denken om een soort koord
te ontwerpen. Dus een koord met de, nou ja, goed, daar gebruik ik de sleutelhanger dan voor, met die haak. En om daar mijn mobiel, nou ja, goed, je kan een lange koord doen. Dus dan maak ik zo'n dik koord, zo'n Roemeens koord. Ik heb er al een beetje mee geoefend laatst. En toen zag ik dat, heb ik dat eigenlijk geleerd. En dan maak ik daar een soort perentasje aan. Dus hier komt mijn mobiel dan in. En dan, dit is de haak, hier komt de peer aan. En dan maak ik nog een paar kerstjes, een aardbei. Voor bijvoorbeeld de kerstjes voor de sleutel, die je er ook aan kan haken. En de aardbei, ja, dat is meer voor de versiering. Maar dan maak je toch een soort fruitmand. En dan heb je gelijk een tasje waar je mobiel in kan met je kaart. Met je bankpas. En dan hoef je niet, die kan je dus om je nek laten hangen, hoef je dus nergens je tasje neer te leggen. En ja, dat is gewoon handig. Kijk, als je kind naar een zwembad gaat of zo, ook zoiets, weet je, dan denk ik van ja, alles meegeven, maar je wil wel dat ze bereikbaar zijn, dus mobiel mee. Dat is grappig. Ja, ik ben nooit zo van de hele erge sleutelhangers. Dus ik ga gewoon proberen een peer te haken, een perentas. Met de kers en de strawberry, de aardbei. Dus ik moet er nog even een leuke naam voor verzinnen. Maar ja, dat denk ik dat het gaat worden. Het kan natuurlijk altijd nog helemaal anders worden. Maar goed, dat is mijn eerste idee. Ja, mijn fruittasje idee kan helemaal niet. Want hij mag maar maximaal 10 centimeter zijn. Volgens mij is een mobiel iets langer. Maar goed. Nou ja, moet even denken, want het is dus even 10 centimeter. Is het met 10 centimeter? Ja. Ik ga, hij mag, ja, dus altijd wel, zei ik altijd in de klas, eerst de opdracht goed lezen. Maar ja, goed, ik ben dan weer een beetje te snel. Dus ook, ik doe dat niet goed. Maximaal 10 centimeter. Ik dacht, is het nou minimaal of maximaal? Maar het is maximaal. Je mag per kleur één van de bollen gebruiken. Die moet die haak gebruiken. Thema fruit. Herkenbaarheid. Dus het moet wel duidelijk zijn dat het fruit is. En maximaal 10 centimeter. Oké. En ik zie net een appje binnenkomen dat we een extra mail hebben gekregen. Dus ik ga eens kijken. Oh ja, je mag wel vulling gebruiken. Dus het mag gevuld worden. Nou, dan wordt dat al leuker, want anders dan is je kers een beetje plat. Dus, oké. Vulling. Ik denk toch dat ik iets van een aardbeien of kersen druiventros. Druiventrosje. Het moet wel hele kleine druifjes worden als het maar 10 centimeter is. 10 centimeter is echt niet groot. En één druif is ook zo wat. Maar goed, het wordt nog wat. Ik brainstorm. Het gaat hier wel verder. Dat gaat trouwens de hele dag hoor. Eigenlijk het hele weekend is het al gegaan. Ik ben echt van regenboog naar allemaal dingen. Dus ja, fruit. Fruitjes. Komt goed. Zo, op weg naar Burgeraamsteden. Oh nee, we gaan eerst naar Zwijndrecht. En mijn man is zo lief, Jeroen is zo lief om te rijden. Ook al heeft hij net nog dienst gehad, zodat ik kan haken, mijn peer kan haken. Want ik heb besloten om een peer te maken. Het wordt een perentasje aan een keycord, of in ieder geval een haak, een sleutel hangen. Wil jij er ook op? Oh, sta ik er niet op? Jawel. Dus ik ben begonnen. Je wordt al een beetje een peer, maar hij mag maar natuurlijk 10 centimeter, maximaal 10 centimeter zijn. Dus ik moet ik moet hem niet te groot maken. Maar de start is er. Nou, het was een warme dag vandaag. Niet echt heel veel gehaakt. Dus nu een beetje aan het eind van de avond. Het is eigenlijk al 10 uur, maar we zitten nog lekker buiten. Ben ik aan het haken en dan ben ik met mijn peer bezig. Dus ik heb twee peren gemaakt, maar
omdat ik er wat in wil doen, is deze te klein. En dan maak ik hem dus nu iets groter. Maar ik maak hem sowieso dubbel. Dan is die steviger. Dus de peer komt eraan. Nog een beetje bijkomen. En dan komt er een geel koord aan. Die moet ik ook nog maken. En, en er waarschijnlijk een aardbei. Maar goed, dat zit nog in mijn hoofd. En dat komt vast goed. Nou, de mussen vallen dood van het dak. Maar ik heb best een lekker plekje. En ik kan toch wel haken. Er waait lekker hier een windje. Dit is mijn haakplekje. Waar ik nu mijn prototype aan het maken ben. De eerste proef is af. Het is een buikenpeer of een piekenpeer. Die je aan je nek kan hangen en die je open kan doen. Ik heb hem dubbelzijdig of dubbel gehaakt. Er zit een strikje in, dan kan je hem open doen. En met de sleutelhanger hang je hem om je nek. Aan het steeltje zit een gaatje in. Dan kan je mee aan de peer aan ophangen. Dus je kan hem er ook weer afhalen. Dus dit is die. Het is eigenlijk een beetje voor een klein meisje natuurlijk. Hè? Voor een klein meisje van een jaar of 4. Ik wil hem iets groter maken voor iets grotere kinderen. Dus ik ga hem nog een keertje haken, maar dan iets groter. En dan ga ik er denk ik nog iets van aardbeidjes of kerstjes bij maken. Waar ze hun sleutel mee in kunnen hangen in de peer. In de peer kan je zelf ook nog een centje doen als je wil. Of een muntje, euro. Deze past er misschien net niet in, maar als ik hem iets groter maak wel. Voor als je bijvoorbeeld naar het zwembad gaat, dat je dan wat geld mee kan nemen. Nou goed, het eerste begin is er. Het idee, hij valt best heel leuk uit, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben er best blij mee. Hij is ook stevig, omdat hij natuurlijk dubbel is gehaakt. Dus, en het strikje lijkt net of het een blaadjes zijn. Ja, en het steeltje. En hieronder aan de onderkant zit ook nog het middenstukje van de peer. Dus ja, je kan niet zeggen dat hij niet op een peer lijkt. Dus dat is wel gelukt. Ik heb nu nog kleurpapiertjes liggen. Ik haak nog even verder. Neem even nog een slokje water. Want dat moet je natuurlijk ook veel doen. Oh, mijn water is nog binnen. Dus die ga ik even halen. Maar voor de rest prima hieronder op mijn lichtbedje. En vlak bij de zee, dus goed te doen. Ook nog een tip voor als je aan het haken bent. Ik heb altijd een luisterboek op staan van de Luisterbiep. Ideaal, ik zit in een soort romantisch verhaal over een vakantie in Frankrijk. Nou goed, ik zit in Burghaamsteden, maar dan kwamen we nu wel een beetje met de temperatuur in Frankrijk. En ik ben aan het haken. Nou, lekker. Sommige mensen vinden muziekje lekker. Ik vind het leuk om boeken te lezen of te luisteren. Dus misschien een leuke tip voor alle haaksters. Twee dingen tegelijk en lekker ontspannen haken en lekker een boek luisteren. En dan even een vergelijkend warenonderzoek. Zo van, lijkt de aardbei? Nou, hoe ziet een aardbei eruit? Je gaat ook heel anders naar fruit kijken. Welke kleur past er ook het beste bij? Nou, dit is denk ik wel mooi voor het kroontje. En ja, de aardbei, de vorm, ja, hij lijkt wel. Hij moet ook weer niet te groot worden, vergeleken bij de peer natuurlijk. Dus ik laat hem zo en dan even kijken of ik er iets van streepjes op doe. Maar ook de aardbei komt goed. Nou, de twee peren heb ik af. Die moeten in elkaar geschoven worden. Ik heb de draad hier zo al van het kroontje doorgehaald. Dus die trek ik hier door. Dan schuif ik zo de peren in elkaar. En dan haak ik ze straks aan de bovenkant aan elkaar. En dan heb je een stevige peer. Dus dan is die dubbelzijdig eigenlijk. Dus dan stop je hem er zo in. Deze trek je even aan. En dan haak je hem hier straks aan deze bovenkant aan elkaar vast. En dan zit de peer in elkaar. Kijk, en zo is die dan geworden. Helemaal dubbelwandig. En er kan een euro in. Dus als ze naar het zwembad gaan, dan kunnen ze een euro meenemen en een sleutel erin stoppen in de peer. De peer hangt in de boom. Hij is af. Alleen de aardbei. Nou, mijn opdracht heb ik eigenlijk bijna af. Mijn peer heb ik vandaag afgehaakt. Alleen de aardbei nog een klein stukje. Maar goed, het is heerlijk weer en het is even uitwaaien aan het strand. En zometeen lekker een biertje drinken
daar in de strandtent. Zie ik dat goed? Daar. Dus we gaan er zo heen en dan eventjes mezelf belonen voor het harde werk. Viel wel mee hoor, maar goed, het is wel even lekker. Dit is toch heerlijk als je dit een beetje als bijna je achtertuin hebt. Het is 10 minuutjes fietsen en dan ben ik altijd op het strand. Nou, daar loopt Jeroen, die denkt van ik hoef even niet bij het vloggen te zijn. Maar het is heerlijk weer. Hier is helemaal eigenlijk niemand. Iedereen zit daar echt helemaal aan het begin. Dus als je eventjes 5 minuutjes loopt, dan heb je het strand voor je alleen. En even mijn hoofd leegmaken. Morgen naar huis. Ze geven iets minder weer op. Dus morgen naar Tholen. En dan kan ik ook alles goed uploaden. Nou ja, het patroon is ook bijna uitgeschreven. Want ja, hier is de wifi wel heel slecht. Dus dat moet ik echt wel thuis doen. En dat is het enige nadeel hier. Maar goed, we zijn ook weer zo in Tholen. Dus ik ben gewoon een bofkop met 2 huizen in Zeeland. Kijk, daar ligt hij. De piekepeer en de strawberry sleutel in de fruitschaal. Is er geen plaatje? Kijken of ik er een leuke foto van kan maken. Maar goed, ik ben nu bezig met de fotoshoot. Dus even kijken of ze mooi op de foto kunnen. Nee, dat is van de caravan. Vind je de peren mooi? Ja. Kan je hem opeten? Ja, dit is 3 augustus. Ah! Oh, mijn tand! Dit is die dan, de piekepeer. Ik heb hem piekepeer genoemd, want een piek was vroeger natuurlijk een gulden. En die kan namelijk in deze peer. Nou, ik heb hem eigenlijk een beetje geïnspireerd door het buideltasje van vroeger. Het geldbuideltasje, muntje, waar de muntjes in gingen vroeger. Nou, daar heb ik nu eigenlijk ook zo'n buideltje gemaakt. Ik moet hem eventjes open doen. Nou, in dat buideltje kan je sleutelhanger doen. Dus als je kind naar bijvoorbeeld het zwembad gaat en die heeft verder geen kleren met zakken, dan geef je dit mee en dan doe je er een paar stukjes een euro in of 50 cent, weet ik veel wat je meegeeft voor een ijsje. En die doe je dan in het buideltje en nou, dan kan die de fietssleutel er ook bij doen. Nou, dan doe je het peertje netjes dicht. En dan heb je de piekepeer met de strawberry sleutel. Nou, het was een leuk patroon om te maken. Het was wel heel warm om te haken, maar goed, het is gelukt. De koord erbij heb ik met een Roemeens, dat is een Roemeens koord, dat is een speciaal haaktechniek. Nou, je kan natuurlijk ook je koord in andere kleuren maken, dat mag je natuurlijk zelf weten. Je kan ook een roze doen of een groene, maar ja, dat is wel erg groen bij elkaar. Maar met die minis, dit is precies 1 bol, 1 mini. Is het precies 1 koordje. Nou goed, je kan er een knoop in maken. Dan wordt hij nog wat korter of langer. Je kan hem aan de zijkant doen. Dus, maar bijvoorbeeld dit peertje kan je ook als een... die kan je eraf halen trouwens. Die kan je ook als bijvoorbeeld een cadeautje geven als je iemand alleen geld geeft. Dus dan kan je er geld in doen en dan heb je een leuk cadeautje om te geven. Nou, dit is mijn piekepeer met mijn strawberry sleutel. Was leuk om te doen en het patroon is...